75 jaar na de bevrijding leven we opnieuw in een onzekere tijd. Al anderhalve maand bepalen het coronavirus en de lockdown ons dagelijks leven. Op straat lopen we met een boogje om elkaar heen. Dierbaren krijgen goede zorg, maar nog geen bezoek. Geen feesten, geen partijen, geen samenkomsten. Mondjesmaat krijgen we iets meer bewegingsruimte. Maar de anderhalve meter samenleving is voorlopig een feit. Met alle beperkingen, verdriet en onzekerheden van dien. En in die crisissituatie herdenken we vandaag alle Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en alle landgenoten die later zijn omgekomen door oorlogsgeweld. En ook vandaag zijn we 2 minuten stil. Maar niet bij de herdenkingsmonumenten waar we anders samenkomen. We herdenken voor het eerst in 75 jaar thuis. Wij, burgemeester en wethouders, de kinderburgemeester en de leden van het comité 4 en 5 mei, hebben vandaag bloemen gelegd bij een groot aantal oorlogsgraven en herdenkingsmonumenten in onze gemeente Waardhoeken. En achter ieder monument gaat een aangrijpend verhaal schuil. Verhalen om nooit te vergeten. Veel van die verhalen zijn verteld en gepubliceerd of verfilmd. En ieder jaar verschijnen er weer nieuwe verhalen. En ook in onze regionale dagbladen herleven 75 jaar later de oorlogsjaren. En zo komen we weer dichter bij de mensen die op de vlucht moesten. Die onderdoken bij mensen die daarmee hun eigen leven waagden. Dichter bij de mensen die in verzet kwamen. Dichter bij de mensen die de oorlog overleefden en met meer of minder succes hun leven oppakten. En dichter bij de mensen die werden verraden en vermoord. In Friesland zaten in de Tweede Wereldoorlog naar schatting 23.000 mensen ondergedoken. Ze leefden verborgen voor de Duitse bezetter. In een kelder, achter een dubbele wand, op een hooizolder of bijvoorbeeld in een hol in het bos. Onderduikers waren gekluisterd aan huis dat niet eens een eigen huis was. Buiten een wandeling maken of een boodschap doen was voor hen levensgevaarlijk. Want ontdekking betekende deportatie of ter plekke de kogel. De beperkingen die wij nu ervaren zijn dan ook volstrekt onvergelijkbaar met de situatie van de onderduikers tijdens de oorlog. Misschien kunnen we ons wel beter voorstellen hoe eenzaam onderduikers zich moeten hebben gevoeld. Angstig en zonder hun geliefden in de buurt. Zij en de gezinnen die hen hielpen verkeerden dag in, dag uit in levensgevaar. En niet vanwege een natuurlijk virus. Maar door een bezetter die, zelf bezeten door het gif van rassenwaan en zelfverheerlijking, dood en verderf zaaide. Dat was niet het werk van een virus. Dat was mensenwerk. Verhalen van onderduikers en van mensen die met gevaar voor eigen leven een onderduikadres boden, dat zijn voorbeelden van verhalen om nooit te vergeten. Verhalen om nooit te vergeten. Dat is ook het jaarthema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Anne Frank schuilde in Amsterdam ruim 2 jaar in het achterhuis, waarna zij op 1 februari 1945 stierf in het Duitse concentratiekamp Bergen-Belsen. Op 20 juni 1942 schreef zij in haar dagboek de volgende tekst. Het is voor iemand als ik een heel eigenaardige gewaarwording om in een dagboek te schrijven. Niet alleen dat ik nog nooit geschreven heb, maar het komt me zo voor dat later ik, nog iemand anders, in de ontboezemingen van een 13-jarig schoolmeisje belang zal stellen. De geschiedenis bepaalde anders. Het verhaal van Anne ging de wereld over. Verbijsterde, inspireerde en verbond.
Het verhaal van Anne Frank staat op zichzelf, maar staat ook symbool voor de moord op 6 miljoen Europese Joden, volgens een doordachte, industriële methode met werk- en vernietigingskampen. Mensenwerk. Op 27 januari hebben we tijdens de Holocaust-herdenking stilgestaan bij die gruwel. Vandaag herdenken we alle Nederlanders die de Tweede Wereldoorlog niet overleefden. Omdat ze streden voor onze vrijheid. Omdat ze niet zwegen. Omdat ze in verzet kwamen. Omdat ze het slachtoffer waren van wraakacties. Omdat ze Sinti en Roma waren. Of homoseksueel of gehandicapt. Omdat ze stierven van de honger en de uitputting. En in honderdduizenden verhalen zijn de ervaringen uit die inktzwarte periode bewaard. Die verhalen, en vooral ook de persoonlijke verhalen, zijn nodig om ons te verbinden met ons verleden. Om dat verleden te begrijpen en ons een spiegel voor te houden. Opdat wij niet vergeten. En dus herdenken we op 4 mei, ook in onze Waardhoekse gemeenschap. Noodgedwongen niet bij elkaar, maar wel met elkaar. Want herdenken stemt tot nadenken over hoe het in godsnaam mogelijk was dat de haat, vernedering en de ontmenselijking alle ruimte kreeg. Over de betekenis van vrijheid. Over dat wat nodig is om samen te leven in vrijheid en dus met gedeelde verantwoordelijkheid. En we zijn straks 2 minuten stil. Om met de dwingende kracht van die stilte de slachtoffers en de strijders voor onze vrijheid te gedenken. En om na te denken over de opdracht van de levenden. Om menswaardig met elkaar samen te leven. In deze bizarre crisistijd, waarin we de kwetsbaarheid van de vrijheid weer extra ervaren, gaat ons dat tot nu toe prima af. Het zou zomaar een belofte kunnen inhouden voor de tijd daarna. De belofte van heel mooi mensenwerk.